Jongens en meisjes, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Games at Gear, waar we elke dinsdag de laatste tech, gadgets en gear bespreken. Hier bij gamersnet.nl, dagje later op YouTube, en we hebben een nieuw beeldscherm. Nou kan ik die niet in mijn hand houden, want het staat een beetje stom. Maar je ziet het wel. Het is een BenQ met een hele moeilijke naam. Daar moeten we echt een keer mee stoppen. Met moeilijke namen, daar moeten ja. we echt mee stoppen. Het staat al in de titel. Het is de EL2870U. En ik denk dat ik wederom een soort van stramien heb ontdekt. Want de E staat voor de entertainment line van BenQ. 28,7 is volgens mij gewoon zeg maar 28,7 inch grootte. De 0 is just out there. Die, ja, en dan hebben we de U is UHD. Ja, een U is UHD. Ja. Het is een Ultra HD en HDR scherm. Ja. Dus waar vaak zijn dit soort schermen, hebben of het ene of het andere. Nee, zegt BenQ. We flikkeren het gewoon allemaal bij elkaar. Ja, BenQ is heel erg op de HDR-trein gesprongen. En dat zagen we natuurlijk ook al met een tijdje terug. Hadden we een BenQ-scherm, dat was een EW, was ook Entertainment Line, was ook al HDR. Die was 1080p. Maar daarvan zeiden we toen van, oh, dit is hele betaalbare HDR. Gewoon, het is een beetje mainstream HDR. Je moet niet verwachten dat het Dolby, codec, alles kan ondersteunen. Maar het is in ieder geval 10-bit kleurdiepte tegen een goede prijs. En dat is met dit ding ook het geval. Maar je gooit er dan ook nog eens een keer 4K tegenaan. Dit beeldscherm kost €309 als je nu op bol.com aan het kijken bent. Dat denk dat heel veel mensen dat nu gelijk aan doen. Maar... Ja, want ik was even price check en bol.com heeft hem voor 310 ongeveer. En de andere sites hebben hem voor een paar tientjes meer. Maar nou ja, toevallig voor €300 pak een beet 4K HDR beeldschermen. Dat vind ik heel erg netjes. Super netjes. Maar is dat ook echt terug te zien? Want ik vind HDR altijd heel erg moeilijk. Want aan de ene kant, soms zie ik het heel erg, soms zie ik het heel erg niet. Ik heb het idee dat het te maken heeft met hoe de game is gemaakt. Ja, er zijn te weinig games HDR. Ja. Want het was eventjes toen de PlayStation 4 Pro uitkwam, toen sprong Sony natuurlijk op de hype train. En toen was alles opeens HDR, toen had je opeens NBA 2K16 of 17. Wow, dat heb je nooit zo gezien, je hebt nog nooit het verschil tussen een basketbal en de achtergrond zo gezien. En ik moet eerlijk zeggen, dat zag je ook. Maar die game was er ook echt geoptimaliseerd, want die hadden gewoon een zak cent gekregen van PlayStation. Ja. Op PC, dit is voornamelijk een monitor. Dit zet, ja, je niet neer op, je tv-meubel en je gaat er een verre afstand van zitten. Nee, ik bedoel, 28 inch is wel echt duidelijk een monitor. Zo is hij ook gebouwd. Hij is bedoeld voor close and personal. En dan denk je al snel aan een PC. En op PC is HDR gewoon nog echt heel erg in de beginfase. Er zijn echt een paar games die openlijk, duidelijk HDR ondersteunen. Die zich er niet voor schamen. Ja, die zich er niet voor schamen. Maar er zijn ook zoveel games die het niet doen. Of dat je een beetje denkt van, ben ik HDR aan het spelen of niet? Zo is bijvoorbeeld Sea of Thieves op Xbox One X en Xbox One S is geheid HDR. Maar op PC is dat nog een beetje zo out there. Terwijl de PC kan het maar al lang. Maar out there is vaag. Of terwijl ze zeggen dat ze het hebben, maar je ziet het gewoon niet. Je ziet het niet, maar als ik bijvoorbeeld screenshots aan het maken ben, dan slaat hij ze wel weer in een of ander HDR format op, maar er staat nergens een toggle HDR aan of uit. En er zijn net iets te veel games die HDR op die manier tackelen. Waarom springt BenQ dan op die hype train? Nou, het is helemaal geen hype train. Het is wel zo, kijk, in de games is het nog in de beginfase, maar in de entertainmentwereld, met bijvoorbeeld Netflix die gewoon HDR ondersteunt, heel veel films die HDR ondersteunen, daar is het wel al iets groter aan het worden. Als jij een beetje een video- of fotoprofessional bent, dan vind je HDR ook fijn, want het wil basically gewoon zeggen, je gaat van 8-bit kleurdiepte naar 10-bit kleurdiepte, dus je krijgt zo veel meer subtiele verschillen tussen kleuren. En die wil je gewoon hebben als je houdt van een goed, zuiver beeld. Die uiteindelijk weer niemand kan zien, want niemand gebruikt HDR. Ja. Dus ik weet niet wat je nou allemaal aan het doen bent. Nee, maar even oprecht. De HDR is dus voor niemand. Het is dus voor mensen die in de grafische sector werken, die dus in hun eigen bubbeltje zitten van HDR, oh wat mooi. En het is voor mensen die fucking films en Netflix gaan kijken op de PC. Moet ik toch even wat over zeggen? Dat doe ik trouwens. Ja, fucking lame. Ga maar alsjeblieft zo. Je kan ook een Xbox One erin steken natuurlijk. Ja, dat kan. Of een PlayStation 4. Luister, ik sprak laatst iemand die ging Deadpool kijken op een mobiel. Ja, daar had je het over in de podcast. Waar zijn we mee bezig in deze wereld? Ja, nou ja, dat kijk je gewoon op een groot scherm van 50 inch. Ik zit met mijn gamingstoel, zit ik echt best wel relaxed. En kan ik gewoon een beetje Better Call Saul of zo checken. Dat vind ik prima. Better Call Saul, Blasphemy. Dat is zo'n goede serie, die moet je gewoon groot kijken. Sorry, ik heb niet zo'n groot scherm. Dus ja, ik heb een beamer, maar dat is 1080p. Nou. En ik was nu juist van, oké, 4K, weet je wel. Dus nou ja. Ja, maar dan schermen zo klein daarvoor. Dat je het verschil amper ziet. Nee, maar het is natuurlijk wel zo, wat jij zegt van die bubbel, het is wel een klein beetje waar. Er zitten wel heel veel dingen dat je denkt van, oh, dus ik zie het zo, maar zodra ik er een screenshot van maak, dan verlies ik dus alweer wat ik dus zie, zeg maar. Ja. En dat is wel een beetje apart. En ook in de games moet de HDR wel even iets meer stapjes gaan maken. Een jaartje geleden leek het te gaan gebeuren. Het is nu nog een beetje... Ja. Luister, het verschil voor de leek is gewoon te klein. Ja, kom, nou, we gaan naar 4K. Ja. Want 4K is wel vet, dat zien we allemaal wel. Tenminste, ik ook niet altijd.
Nou, daar heb ik de bril voor genomen. Ja. Maar ik zie het verschil en hij doet gewoon mooi 4K. Je krijgt gewoon de UHD-resolutie, niet de film 4K. Maar het is de entertainmentlijn. Hebben ze ook een gaminglijn? Betekent dat, ik wijs, daar staat het ding. Betekent dat dan ook dat hij bijvoorbeeld qua FPS en zo, dat het allemaal wat minder is? Omdat het entertainmentlijn niet de ultra gaminglijn is? Nou, ze hebben binnen de entertainmentlijn ook wel wat meer dingen die echt duidelijk op games gebaseerd zijn. Dus dan krijg je 21.9 inderdaad hogere framerates. Dit is gewoon 60 frames per seconde. 60 frames per seconde, je krijgt wel HDR, 10-bit kleurdiepte, 157 ppi. Dus dat is vrij veel pixels per inch. Dat is een goed getal als je gewoon een scherp beeld wil. Dat komt natuurlijk ook omdat je 4K niet over een televisie uitrekt, maar over die 28 inch. En dat is gewoon heel erg goed behapbaar. Heel erg helder, scherp. En zwart is zwart en wit is wit. Ja, zwart en wit is wit. Dat heb je natuurlijk. Vroeger was dat altijd de discussie van de panelen die achter de schermen zaten. Dus IPS is het zwartste zwart. En nou ja, daar zit nog steeds wel iets in. Maar met HDR is dat wat minder belangrijk. Omdat je gewoon weet dat je meer echte kleuren gaat scoren en meer echte tinten. Als de content daar ook op gebaseerd is. Okay. Maar ja, hij heeft een heel helder scherm. In de specs is hij net iets minder helder. Heeft hij net iets minder nits als de EW die we een tijdje terug hebben gehad. Dat 1080p scherm. Maar ik vond hem helderder. Ik weet niet. Okay. Hij heeft ook dikkere randen gekregen, dus ik heb het idee dat er gewoon net iets meer licht in zit. Terwijl in de spec zegt hij specifiek dat er dus net iets minder CD per vierkante meter uitkomt dan met het andere model. Maar nu heb jij ook een bril. Ja, nu heb ik een bril. Toen had je nog geen bril. Dan is ook alles helder. Al je oude reviews van Tom hoef je niet meer te geloven, want het is allemaal diep denkt. Nee, ja, maar oké, ongeacht van of je voor 4K of HDR wil kiezen, BenQ doet hier wel iets heel moois door gewoon 4K en HDR wat meer mainstream te maken. Ja, want het betaalbare prijs, relatief. Zeer betaalbaar en verder vind ik ook het design gewoon heel erg strak. En als je hem wil gebruiken voor office-achtige toepassingen, helemaal prima, want hij heeft ook nog, weet je wel, die lichtsensor dat hij gaat kijken van, oh, het wordt donkerder, dus dan ga ik ook iets donkerder met mijn scherm. Oh, je kunt zelfs de witbalans aan laten passen, dat hij je kamer meet en de witbalans daarop aan gaat passen. Oh, vet. Het zijn allemaal kleine dingetjes die vooral voor het office gebruik zijn, maar dat is een beetje het punt van dit ding. Hij zit wel in de entertainmentlijn, het is een beetje een allrounder. Weet je, je kunt er prima een potje op gamen, je kunt er prima een filmpje op kijken, je kunt er prima op werken. Dat is allemaal mooi, maar nu in 4K HDR. Goed verhaal, man. Dankjewel. Ja. De BenQ, hele lange titel, staat in de titel. Als je echt alles over dit beeldscherm wil weten, kun je natuurlijk de geschreven preview belezen van Tom, want die is ook van het geschreven woord. Doe het vooral even op gamersnet.nl. Het staat hier ook in de beschrijving, maar we hebben een nieuwe website en we willen graag dat iedereen daarheen raadt. Want op YouTube is geen fuck te verdienen. Goed, bedankt voor het kijken. Tot de volgende week weer bij Gamers & Gear. Zo in één keer echt zo'n nou ja, truth bomb. Bij Gamers & ben je gewoon altijd eerlijk. In ja. tegenstelling tot... Nou, nu ga ik niet... oh shit. Red Dead Redemption wordt een vette game. Goed, dankjewel. Tom. Dankjewel, Peter. Ja, we gaan de stelling van de week nu opnemen. Ik denk dat we het over Red Dead gaan hebben. Nou, dat ik dit shit aan het doen.